Assalamu alaikum alhamdulillah We hebben allemaal gehoord over de verschrikkelijke rampen die uh, hebben plaatsgevonden in uh, Turkije en Syrië. Uh, en de vele slachtoffers die het heeft geëist en de vele ontheemde burgers in zowel Turkije als Syrië. En mogen Allah jalla wa ala, uh, hen bijstaan. Allereerst uh, condolences naar uh, alle uh, uh, nabestaande mensen die. Familieleden, vrienden, geliefden hebben verloren, uh, of die getroffen zijn en gewond zijn geraakt naar aanleiding van de aardbeving. Dan mogen Allah ala, jullie bijstaan. Adam Allahu Ajrakum, wa ahsana Hazakum, wa En mogen Allah Jalla ala, alle uh, slachtoffers genadig zijn, uh, hen vergeven en hen verheffen in het paradijs. En mogen Allah Jalla ala, de, de pijn en het leed verzachten. Allahumma Amin. Broeders en uh, zusters, allereerst. Een aantal punten naar aanleiding van deze gebeurtenissen. Ten eerste moeten we er uh, alert op zijn dat mensen uh, heel uiteenlopend reageren op dit soort situaties. Er zijn mensen die wanneer dit soort rampen en calamiteiten plaatsvinden, uh, zij, uh, hun Iman wordt versterkt. Er zijn mensen die stijgen en groeien in Iman naar aanleiding van dit soort situaties. En uh, zo'n gebeurtenis is voor hen een bron van versterking van zijn iman. Zoals Allah Jannuala in de Koran zegt, wa' 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 Oftewel, Allah Jalla wa ala zegt, en toen de gelovigen de bondgenoten zagen die zich hadden samengespannen tegen de moslims, zeiden zij, dit is wat Allah en zijn boodschapper ons hebben beloofd. En Allah en zijn boodschapper hebben de waarheid gesproken. En daarna zegt Allah: en dit deed hen enkel toenemen in Iman en onderwerping aan Allah. En dit is omdat de gelovige weet dat wij geschapen zijn om Allah te aanbidden. En om de beproevingen en obstakels die we tegenkomen op dat pad te overwinnen en te doorstaan met sabber en onderwerping. Allah zegt: Degene die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven wie van jullie de beste daden verricht. Terwijl dit soort beproevingen voor anderen juist een bron zijn van verzwakking van Iman en misschien zelfs een aanleiding voor het verliezen van Iman. En daar moeten we alert op zijn, omdat zulke grote, impactvolle gebeurtenissen. Dat zijn vaak de momenten waarop iemands iman en iemands aqeede wordt uitgedaagd en op de proef wordt gesteld. En uh, daarom zegt Allah جل وعلا: وَإِذْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ Allah zegt: en toen, de, uh, en toen de ogen verstart raakten uit angst. En toen de harten de kele bereikten. En jullie slechte vermoedens kregen over Allah. Kijk hoe Allah hier جل ala, toen de moslims in Medina een grote calamiteit en beproeving meemaakten, hoe Allah hier combineert tussen de situatie van angst en de haqi'de van de mensen. En, en, en jullie kelen, jullie harten, jullie kenen bereikten uit angst, en dat jullie slechte vermoedens kregen over Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom is het belangrijk om. Op zulke momenten uh, uh, te beseffen dat de be deze beproeving is niet alleen maar een beproeving is voor de mensen die werkelijk getroffen zijn. Het is ook een beproeving voor ons omdat wij hun pijn voelen. En misschien wel sommigen onder ons naasten en geliefden hebben verloren. En het de beproeving is voor ons in hoe we hiermee omgaan, omdat een gebeurtenis als deze ons kijk naar Allah wa ala, en ons kijk naar de wereld om ons heen kan veranderen en kan beïnvloeden. En daarom zeg ik altijd. Dat haqidah is niet alleen maar het onthouden van bepaalde uh, rijtjes of bepaalde opsommingen, het nog is haqidah het begrijpen van bepaalde filosofische theorieën, en haqidah is de rotsvaste overtuiging in het hart waar die diep geworteld raakt en die samensmelt met je vlees en je bloed en die maakt dat je op momenten als deze standvastig bent, sabber hebt. En jouw vertrouwen en hoop in Allah niet verliest. Dat je overeind blijft op de momenten waarin anderen onderuit gaan, mentaal en ideologisch gezien. Uh, en Allah is al-Hakim. Allah is de Alwijze. Niets wat hij besluit is uit willekeur. In alles wat hij bepaalt en in alles wat hij laat voltrekken op aarde of in de hemelen is vanwege een wijsheid. Een wijsheid die wij lang niet altijd kunnen bevatten... kunnen begrijpen of zien... maar die wijsheid is er. En dat maakt dat we ons onderwerpen aan Allah en zijn qadar nooit in twijfel trekken. La yus'anu amma yafa'anu wa hum Hij wordt niet gevraagd over datgene wat hij doet... terwijl zij wel worden ondervraagd. Dit is Allah, de meester, de schepper... de bezitter van de hemelen en de aarde... en degene die doet wat hij wil. Subhanahu wa ta'ala. En alles wat hij doet is vanwege wijsheden die voor ons vaak te groot, te diep zijn om te bevatten, om te begrijpen. Maar alles wat hij doet, doet hij vanwege de geer, de goedheid en de wijsheid die daarachter schuilt. En uh, dit is onze overtuiging. En dat maakt dat ondanks dat we pijn voelen, dat we sabber hebben, dat we de kader van Allah nooit in twijfel trekken en dat het ons niet dat we ons niet laten drijven tot wanhoop en waanzin, ondanks de moeilijke situatie. En subhanallah, sabr is daarom het sleutelwoord in situaties als deze. Ibn al-Qayyim, zegt, er zijn rangen in het paradijs waar die de mensen niet kunnen bereiken met hun goede daden, waarna Allah, jalawallah, wa hen beproeft met beproevingen, zodat zij door middel van de sabr tijdens die beproevingen die rangen wel bereiken. En, ehm... Uh, een ander punt, een ander belangrijk punt, dat opgemerkt moet worden in situaties als deze, is dat de tekenen in de schepping van Allah, Jalla wa ala, zijn tekenen van Allah, subhanahu wa ta'ala. En uh, Allah, Jalla wa ala, uh, zegt, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, alle lof is aan Allah, de Heer der werelden. En, en, en uh, Sheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, zegt in zijn tafsir dat de Alameen, de werelden om ons heen, een meervoud van de halem, uh, wordt halem genoemd, wat taalkundig een teken betekent, omdat alles in het universum om ons heen een teken is dat wijst naar Allah en dat wijst naar het bestaan van de schepper. En dit soort tekenen, natuurrampen, uh, calamiteiten die we meemaken in het leven, zijn tekenen van Allah en die moeten maken dat we terugkeren naar Allah en berouw tonen tegenover Hem. Uh, en het is een feit, zoals in de Koran op, op, op meerdere plekken wordt gesteld, dat veel van de rampen die wij meemaken het gevolg zijn van onze zondes. En het gevolg zijn van onze tekortkomingen. Allah wa ala, zegt, En um, uh, er is geen uh, rampspoed, er is geen calamiteit die jullie treft, Behalve dat het komt door datgene wat jullie handen hebben verricht. En hij vergeeft veel, subhanallah. De calamiteiten die wij meemaken, die vertegenwoordigen niet eens alle zonden die wij begaan. En alle onrecht die wij plegen. Er is heel veel wat Allah door de vingers ziet. En waar hij ons niet eens voor afrekent, subhanallah. En daarom, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, die zegt iets heel moois in zijn boek, Sayyid al -Khatir. Hij zegt, ik... Was aan het nadenken en ik keek naar de rampen en de calamiteiten om ons heen. En ik keek naar de rampen die de mensen treffen. En ik vroeg mij af: hoe valt dit te rijmen met het feit dat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim is, de meest barmhartige, de meest genadevolle? Hoe valt dat te verzoenen? En hij zegt daarna: en toen keek ik nog eens. En toen keek ik dieper. En toen keek ik beter. En toen. zag ik hoe de mensen leven. En hoe de mensen zijn verdronken in hun begeerten. En hoe de mensen zondigen bij dag en nacht. En hoe zij hun verplichtingen verwaarlozen. En hoe zij elkaar onrecht aandoen en onderdrukken bij de eerste, de beste gelegenheid. En toen besefte ik dat de zonden die zij plegen vele malen groter zijn dan de rampen die hen treffen. En daarom moet dit voor ons uh, een wake-up call zijn, zoals ze dat noemen. Om uh, berouw te tonen naar Allah voor een ieder van ons. Uh, moet, dit, moet een calamiteit als deze een, 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 uh, uh, een aanleiding zijn om berouw te tonen? Uh, niemand heeft de garantie dat hij een lang leven zal hebben. Voor in ieder van ons kan het voorbij zijn. Onaangekondigd en plotseling. Uh, en uh, we dienen goed bij onszelf na te gaan. En de situaties waarin we, bewust of onbewust, anderen onderdrukken. Andere onrecht aandoen, dienen we te stoppen. En daar dienen we berouw voor te tonen, en we dienen onze verplichtingen naar Allah ala, op te pakken en onze relatie met Allah te herstellen. Nu, sommigen vragen dan: uh, betekent dit dan dat de mensen daar getroffen zijn en bestraft zijn door middel van deze aardbeving? Niemand kan zeggen dat uh, specifiek dit voorval. Is het gevolg van die of die zondes. Dit is het praten over Allah zonder kennis. En dat jullie spreken over Allah zonder kennis. Um, dus niemand kan direct een kausaal verband aanwijzen. tussen een bepaalde, een specifieke natuurramp. en een specifieke zonde of gebeurtenis. Dit is uh, Allah ala, zijn wijsheid is, is groter dan dat. Maar feit blijft dat in het algemeen. dat het concept bestaat dat. Uh, dat de rampen die ons treffen, of het nou in onszelf is, in ons privéleven of, uh, um, uh, of op grotere schaal, dat dat het gevolg is van de zonden en tekortkomingen die wij uh, begaan, die wij plegen. Uh, naast het feit dat het uh, tot de sunen konia behoort, tot de natuurwetten behoort, dat wij beproefd worden in dit leven. Tot slot een oproep aan broeders en zusters om te helpen waar zij kunnen. Ja, En dit is het eerste punt. Uh, na de condolianse was het eerste punt dat ik noemde. De, uh, de, 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 dat, we, dat we alert moeten zijn op de gevolgen die dit heeft voor onze iman. En dat dit voor ons een bron zou moeten zijn van toename en versterking van onze iman. En niet van verzwakking of zelfs het verliezen van onze iman. Daarnaast uh, het feit dat dit een aanleiding zou moeten zijn. Uh, voor uh, berouw en terugkeren naar Allah. en ieder op zijn eigen manier. en in ieder. Uh, nadat hij zichzelf in de spiegel heeft aangekeken. En tot slot een oproep om doa te verrichten voor onze broeders en zusters. De profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, de, uh, de gelovigen zijn voor elkaar als een gebouw waarbij uh, 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 zij elkaar ondersteunen. Uh, dus wees... Uh, wees uh, een, een, een bron van steun voor je broeders en zusters. Doe du'a voor hen. En niet één keer dat je op de dag van de aardbeving zelf du'a hebt gedaan. En denkt dat je je verplichting hebt vervuld. Blijf du'a verrichten voor ze. Zodat Allah ala, hun toestand zal vergemakkelijken en zal verlichten. Bij Idrulayat A'la. Uh, en natuurlijk geef sadaqah. Geef sadaqah. Uh, geef de hulp die nodig is. En volg daarbij de instructies van de. Grote hulporganisaties die weten wat er speelt uh, op de grond, die weten wat er nodig is en geef gehoor aan de oproep die zij geven. Uh, Allah Jalla wa ala, zegt. En het, er is niets wat jullie uitgeven. Er is niets wat jullie uitgeven, behalve dat Allah jalla wa ala, het voor jullie compenseert. En jullie kennen allemaal de hadith. Dat de profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, dat de sadaqa zal het vermogen, zal, zal, zal jouw eigendommen niet doen afnemen. En dat een persoon, el maru fi vili sadaqa tihi al qiyabah, een persoon zal zich bevinden in zegt, وسلم, de schaduw van zijn sadaqa om de dag des oordeels. En de profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, inna sadaqa te la tutfi u gadabarab, wat het faru, wat het mita mitet esu. De sadaqa die dooft de woede van Allah, sallallahu wa wa en voorkomt een slecht einde. Uh, dus geef uit wat je kan missen. Uh, kleine side note daarbij. Uh, geef uit aan de grote betrouwbare hulporganisaties die de mensen hebben, de kennis hebben, de ervaring en de middelen uh, en het netwerk om werkelijk de middelen goed te besteden en uh, uit te geven, zodat het de slachtoffers op de beste wijze bereikt. Uh, uh, en mijn advies is om geen stad uit te geven aan de mensen aan mensen of oproepen die je niet kent. Omdat helaas zullen er altijd natuurlijk mensen zijn... die of misbruik maken van de situatie... of met alle goede bedoelingen geld inzamelen... zonder dat ze de kennis, de middelen en het netwerk hebben... om het echt uit te kunnen geven zoals nodig is... en er echt iets effectiefs mee te kunnen doen. Uh, dus geef uh, sadaqa aan de hulporganisaties die je kent... die je vertrouwt en die hun sporen hebben verdiend op dit veld... Uh, maar geef, uh, uh, geef, uh, 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 geef sadaka. Geef datgene wat je kan missen. En geef gul. Mogen Allah jalla wa a'la uh, het leed verzachten. Mogen Allah jalla wa a'la de pijn wegnemen. En mogen Allah jalla wa a'la de slachtoffers en de martelaren accepteren. De profeet zei sallallahu alayhi wa sallam shuhada'u khamsa Er zijn vijf soorten martelaren. En één daarvan is Sahibul al Degene die, uh, die sterft onder het puin, Degene die sterft na... Uh, uh, door onder het, uh, het puin uh, te liggen. Uh, dus mogen Allah Jalla wa ala, de martelaren accepteren. Mogen Allah hen verheffen in het paradijs. En het pijn en leed van de nabestaanden verzachten. En mogen Allah Jalla wa ala, de toestand van de moslims in de hele wereld verbeteren. En mogen Allah Jalla wa ala, onze sadaqat, maar ook ons berouw en onze du'a accepteren. Jazakum Allahu Kheira. Subhanallahu wa bihamdikah shaddwallah ilahele end. wa ila tubu wa Wassalamu alaikum wa rahmatullah.